Ons wezen wordt niet bepaald door hoeveel ik heb en hoe mooi mijn huis is en hoe fijn de straat is. Maar dat zit toch meer aan de binnenkant, hè? En dat was toen niet anders. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dierbare broeders en zusters, wij staan op het punt om deze gebedstocht te beginnen. En het is goed ons voor de geest te roepen door welke overwegingen dit voornemen gerijpt is. Vanochtend hebben we eerst de gebedstocht gedaan. Hè? Dan lopen we de tocht van haar geboortehuis naar de school waar zus Middelfien op gezeten heeft. We zijn op onze tocht weer aangekomen op de Berghoeve. De plaats waar Kaatje kennis heeft gemaakt met haar zusters Franciscanessen uit Oudenbosch. Hier heeft ze op lagere school haar eerste stappen gezet in haar geloofsleven. En van daaruit lopen we dan verder naar de kerk. En toen hebben we vanaf de kerk een processie door het dorp gelopen. En daarna eigenlijk een eucharistieviering waarin bisschop Liese is voorgegaan. Je merkt dat dit leeft, maar in het gebeuren, in de mensen die dit voorbereid hebben en dit mogelijk maken, tonen ze iets van hun eigen betrokkenheid. Dat doet iets met de mensen, het raakt hun. Ja, en het raakt mij ook, dat merk ik. I'm very impressed because many, many people and we come here to celebrate the festival for the nuns and we celebrate the Mass together. So I'm very touched. Zuster Maria Dolfini geeft die boodschap van liefde en barmhartigheid die ze droeg ook nooit opschrijven. Ook niet op het einde. En daarin is Jezus gevolgd. Daarom is de kleur vandaag rood. Het is een martelaar. Het moet geen geschiedenisverhaal zijn. Het moet meer een verhaal zijn van nou, wat doe ik met alles wat er is gebeurd. Hoe zus Middelfien in het leven stond, haar keuzes die ze maakte. Nou, hoe kan dat mij inspireren om bepaalde dingen te doen? Hoe kijk ik daarnaar en wat betekent dat voor nu? U hoeft de hulp allemaal niet ver weg te gaan zoeken om die daar te geven. Het kan ook gewoon zijn de buurvrouw een keer helpen. Of het kan ook gewoon zijn iemand die langskomt en die heeft wat te vragen, te woord staan. Gewoon helpen. En er is zijn voor een ander. De duivels die zijn los over China. De brave bevolking die wordt door de boksers en door de keizerin ernstig onder druk gezet. Zusters, dit loopt niet goed af, hè? Ik heb alle decors mee helpen timmeren. Van begin af aan, en dat was in 1951.
En daar heb ik zelf ook in meegespeeld in het stuk. Waarom? Ja, omdat ze me eigenlijk ook gevraagd hadden. En omdat ik het idee eigenlijk ook heb voor zuster Adolfine, daar had ik ook eigenlijk alles voor over. De eerste keer, dat was in 19, ik weet niet meer, 51 of 52. Ik was 16, 17 jaar toen ik de eerste rol kreeg in de openluchtspel. Die mevrouw die dat eigenlijk opgezet had en die de leiding had ook over het toneelstuk, die had ook altijd een toneelgroep en daar deed ik altijd alleen mee. Maar toen zei ze dat het over Adolfine ging, ja, dat kun je niet weigeren. Laten we gezamenlijk naar de kapel gaan om te bidden. Ja, bidden. Zal ik je even voorstellen, kom. De brave bevolking stond aan de kant van de westerlingen. Dat was tegen de zin van de boksers en de keizerin. Er werd beslist dat binnen 2 maanden heel Shaanxi in vlammen moest zijn opgegaan. Dat is misschien heel moeilijk om uit te leggen, maar zuster Adolfine, dat is een martelares. Die waardeer ik en daar kom ik ook voor op. Dat zal ik ook blijven doen ook. Er wordt aan ieder gevraagd wat ze willen. Blijven of weggaan. De bisschop is ontroerd als ze beslissen bij hun Chinese medemensen te blijven. Zoveel moed. Hij is onder de indruk. Ik vind het heel belangrijk dat het geen historisch verhaal moet blijven. Maar we moeten daarnaast verder kijken van, maar dus die processie is mooi, het vereren in de kerk is goed, moeten we ook blijven doen. Maar we moeten ook wel kijken van, maar hoe is de boodschap verder naar dagelijks leven? Het is niet zo ver van ons vandaan, het is maar ja, een dikke 100 jaar geleden. En het is heel dichtbij, hè? Zoals hier, ze liep hier door de straat. Wij kijken ontzettend aan tegen die veranderingen van die laatste 100 jaar en die zijn enorm, dat is zo. Maar wij mensen zijn niet zoveel veranderd. Omstandigheden waren anders, ja. Referentiekaders waren misschien wat anders. Maar goedheid is goedheid, toen en nu.